Wanneer uw penis niet stijf wordt of niet stijf blijft tijdens het vrijen, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar als het vaker voorkomt, kan dat vervelend worden. U kunt zich daardoor onzeker gaan voelen tijdens het vrijen. Hoe meer u eraan denkt, hoe lastiger het wordt om een stijve penis te krijgen. Het hebben van seks kan dan een teleurstelling voor u worden. En daardoor kunt u minder zin krijgen in seks en kunt u het gaan vermijden. Een stijve penis noemen we een erectie. 1 op de 10 mannen heeft regelmatig last van erectieproblemen. Bij oudere mannen komt het vaker voor als gevolg van normale veroudering. Bij jongere mannen of bij een nieuwe partner speelt vaak het idee mee snel een stijve penis te willen hebben. De angst dat het niet gaat lukken kan juist de erectie verminderen. Ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekte, longziekte en aandoeningen aan het zenuwstelsel kunnen de erectie minder maken. Net als sommige medicijnen. Verder kan uw leefstijl invloed hebben op uw erectie. Roken, overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en te veel alcohol geven meer kans op erectieproblemen. Vaak spelen psychologische factoren een rol. Gevoelens als angst, stress, somberheid, onzekerheid of verdriet kunnen u gaan beheersen. Daardoor bent u minder gevoelig voor prettige seksuele gevoelens, waardoor het krijgen of behouden van een erectie niet goed lukt. In een relatie heb je seksuele problemen nooit alleen. Is uw erectie minder, dan kan uw partner, als hij of zij dat merkt, bijvoorbeeld het gevoel hebben niet meer aantrekkelijk te zijn. Als u deze gedachtes of gevoelens niet samen bespreekt, kan het tussen u in komen te staan en het probleem versterken. Het kan ook zijn dat er te weinig seksuele prikkels zijn om opgewonden te raken of dat de seks eentonig is, waardoor verveling ontstaat. Om te weten wat er aan de hand is, kan het helpen om voor uzelf wat punten op te schrijven. Bijvoorbeeld, heeft u 's ochtends als u wakker wordt wel een erectie? En hoe zit het als u masturbeert? Wanneer heeft u zin in seks? Wanneer wordt u opgewonden? Welke gedachten of situaties zijn daarbij prikkelend? En welke gedachten of situaties zijn juist hinderlijk voor het krijgen van een erectie? U kunt de punten bespreken met uw partner. Bespreek ook uw wensen, zorgen en onzekerheden. U kunt het ook bespreken met uw huisarts. Sommige mensen vinden het moeilijk om hierover te praten, maar huisartsen zijn het gewend en die vinden het heel normaal.